Rolande met de Bles, regie van Roland Verhavert, met Elisabeth Tessier en Jan de Klerk. Herman, we gaan dat eens repeteren, dit stuk. Peter, kunnen we dat eens repeteren? Die deur hier, zonder figuratie nog. Die deur, mee repeteren. Ja, figuratie is hier een keer vinden, maar ik weet niet dat dat oké is. Het is zo dat ik het boek heb leren kennen, dus laten we zeggen ongeveer 15 jaar geleden. Misschien nog wel iets langer. En dat het mij altijd erg gefascineerd heeft. Vroeger konden we een film maken voor, laten we zeggen, 3 miljoen of 3,5. En dat kan we nu niet meer. We moeten nu in kleur draaien. We moeten films brengen die dus spektakel hebben. Waar dus meer geboden wordt. En daardoor worden de films nu in plaats van 3 miljoen, gaan ze nu 10 miljoen kosten en meer. Dus de moeilijkheden zijn in feite dezelfde gebleven. Regisseur Verhavert legt meer de nadruk op het conflict der ideeën. Enerzijds de landelijke traditie van eer en trouw, anderzijds de geestelijke verruiming die schokken veroorzaakt in een samenleving die nog teert op de 19e eeuw.